Je bent hier bij Twin Creations op de Blekersdijk. En daar is pas een winkel geopend met allerlei artikelen over Dordrecht en over Holland. Ze verkopen heel veel souvenirs en ook heel veel dingen waar je de stad op terug kunt zien. Op allerlei cadeauartikelen. We maken ook pakketten voor bedrijven, eindejaarspakketten, cadeautjes, verjaardagscadeautjes. Ook voor particulieren, kraamcadeautjes. Noem het maar op. We zijn erop gekomen omdat we eigenlijk vonden dat dat er te weinig leuke dingen waren waar je Dordrecht mee kan promoten. We dachten van wij kunnen daar iets in betekenen. We hebben ook een hele mooie productenprinter, dus we kunnen ter plaatse allerlei producten produceren of printen. We kunnen printen op allerlei materialen, op hout, op textiel. En dat kunnen we ter plekke doen. En het grote voordeel daarvan is dat iemand die iets wil hebben, die hoeft niet 5 artikelen of 10 of een hele serie te bestellen, maar dat kan ook gewoon per stuk. Dus als je een flesje wijn hier komt kopen of een cadeaupakketje met flesjes bier, dan kan dat in een kistje of een doosje en daar kan een gepersonaliseerde naam op of een foto of noem maar op. En dat kunnen we zo ter plekke produceren en dat maakt het natuurlijk wel heel originele, leuke cadeautjes van. Als je hier langs loopt, dan denk je van hey, het gaat over Dordrecht. Ja. Kunnen hier mensen ook informatie krijgen? Een soort VVV? Ja, dat kan. Het is ook een soort VVV. We gaan ook stadswandelingen organiseren. Dat zijn themawandelingen. Die hebben verschillende thema's waar mensen dus op kunnen inschrijven. En dat is allemaal met geschoolde gidsen. Ja, we doen ook iets met scholen. We kunnen klassen rondleiden door de stad. Ook op een thema. En dat kan dan aansluiten bijvoorbeeld op een lespakket. Zoals een geschiedenisles. Maar we kunnen ook leuke wandelingen doen die voor de ontspanning zijn. Waar ook de stad een rol in speelt. Zoals we hebben leuke speurtochten, WhatsApp-speurtochten voor kinderen. En voor verenigingen die bijvoorbeeld in een clubje door de stad willen, dan kan dat. Dat doen we niet nu. Dus als er morgen iemand zou komen, dan hebben we dat nog niet klaar. Maar we zijn daar nog wel mee aan het werk. En dat hebben we binnen een paar weken hebben we wel de eerste wandelingen. Ja. Zover dat we de start is eigenlijk gebeurd. Het wordt nog verder ontwikkeld. Ja, en, dat klopt. Het moet uitgebouwd worden tot echt. Hier moet je zijn voor souvenirs, voor leuke ideeën. Precies. En voor de bedrijven, zoals ik het hoor, die kunnen ook hier Dordrecht-pakketten maken. Ja, je kan allerlei mogelijke artikelen van één enkel flesje wijn in een bedrukte kistje met een logo erop van een bedrijf of zo. Maar dat zou ook voor een particulier kunnen. Als we nog even datzelfde flesje wijn bij de kop nemen, dan kan daar ook gefeliciteerd oma Arie op of zo. Dus het is allemaal heel persoonlijk te maken. En we hebben een heel winkeltje vol met allerlei leuke dingen. Boeken en noem maar op.